In deze video kijken we naar de reddingsvesten van het Britse merk Team O Marine. Een merk dat nog niet zo lang verkrijgbaar is in Nederland en sinds dit jaar ook in een 275 Newton uitvoering. In verschillende kleuren. En die kleuren zie je hier naast mij, het blauw, grijs met oranje en zwart. En het is een product met een verhaal wat je er niet direct vanaf ziet. En aan de hand van deze opstelling gaan we in deze video laten zien wat het verhaal achter het reddingsvest is. Achter het reddingsvest zit de familie Matt, een Britse familie die heel actief zijn in het wedstrijdzeilen in Engeland. En met name in Zuid-Engeland, rond Southampton en de Isle of Wight. En in de afgelopen jaren is er in de Britse zeilwereld een paar keer wat misgegaan. En dat had telkens te maken met lifeline gebruik aan boord, waarbij iemand overboord ging en dan in de problemen kwam met zijn lifeline. Zelfs tot het moment dat in de nacht een Britse zeiler daarbij overleed. En Oscar, de ontwerper van het merk, is toen aan de gang gegaan met een ontwerp van een reddingsvest waarbij dat in de toekomst voorkomen kan worden. Stel, je bent aangelijnd aan dek en je gaat overboord. Wat gebeurt er dan? Nou, dat zien we in deze opstelling. Vaak zullen de omstandigheden ruig zijn, zullen er golven zijn, de boot zal een snelheid hebben van 6 à 7 knopen. En op dat moment ga je overboord en kom je aan je lifeline te hangen. Nou, de snelheid van het water zorgt ervoor dat je benen omhoog gedrukt worden, dat je met je hoofd nog verder onder water komt. En het geweld van de snelheid zorgt ervoor dat ook een volwassen man dat niet lang volhoudt. Je raakt snel vermoeid, je komt met je hoofd verder onder water en zo kun je binnen enkele minuten verdrinken. En dat gebeurde ook bij het ongeval in de Britse zeilwereld, waarbij die man overboord naast de boot kwam te hangen. Het was nacht, de bemanning wist niet te lokaliseren waar de man overboord was, was op allerlei plekken op zoek en pas in een langere tijd ontdekten ze dat de man overboord naast het schip hing en daar was verdronken. Nou, dat was voor Oscar en de familie Matt reden om te gaan ontwikkelen aan die techniek van reddingsvesten. Want elk conventioneel reddingsvest werkt op de manier zoals het werkte bij die man. Je bent aangeleid aan de voorkant van je reddingsvest. Precies hoe je wil als je aan dek bent, ga je overboord en word je onder water getrokken en zul je snel verdrinken. De enige oplossing op dat moment zou je denken is, maak die lifeline los. Snij hem door, zorg voor iets van een mes en dat je in die minuut die je ongeveer hebt om scherp dat je bent, zeg maar, die lifeline door te snijden, dan vrij te komen van de boot. Dan is probleem 1 opgelost en ontstaat eigenlijk probleem 2, want je bent dan ook volledig vrij van de boot en dus moeilijk vindbaar voor de rest van de bemanning. Dus, zoals een lifeline in principe werkt, je wil bij de boot blijven, maar je wil voorkomen dat je verdrinkt door de lifeline en de snelheid van de boot. Oscar bedacht een reddingsvest die dat oplost. En dat zie je er zo 1, 2, 3 niet aan af. Wat je nu ziet is een premium reddingsvest met het draagcomfort van de duurdere merken, die goed toegesneden is op het lichaam, die voorzien is van allerlei attributen die veiligheid op zee verhogen, maar die ook voorzien zijn van het backtouwmechanisme. Het backtouwmechanisme is de oplossing die Oscar ontwikkeld heeft om op een gedraaide manier door het water te gaan. Nou, hier zien we de plek waar het lifeline bevestigd wordt. Stel, ik kom in het water, dan blaast het reddingsvest op. Komt hier een hendel beschikbaar, er staat gewoon het backtouw op. Daar trek ik aan en op dat moment draai ik om in het water en word ik op deze manier door het water meegesleurd. Ja, dat zien we hier. Het gezicht blijft vrij, er kan vrij geademd worden. En stel dat je solo vaart en je draagt een afstandsbediening van de stuurautomaat, ben je dus ook in staat om eventueel de boot in de wind te sturen. Je geeft sowieso de bemanning natuurlijk de tijd om bezig te gaan met het aan boord halen van jou als man overboord. Hoe ziet zo'n vest er in het water dan uit? We pakken hem er even bij. Hier zien we het vest en hier zien we de backtouwhendel waaraan getrokken is om het systeem te ontgrendelen. Nou, op dat moment draai je als het ware om. Hier zit de lifeline aan bevestigd en op deze manier ga je door het water heen. En deze lifting strap is tegelijk ook geschikt om een man overboord weer aan boord te hijsen. Dus dat zit eigenlijk geïntegreerd in het hele systeem en kan ook de krachten aan die vrijkomen natuurlijk op het moment dat je meegesleurd wordt door de boot. Zo ziet het backtouw systeem eruit. Nou, we kunnen gelijk even kijken naar de rest van het vest. We zien een regulier automaat met normale herlaatsetjes die je in elke winkel kunt krijgen. We zien een fluitje, we zien een automatisch flitslicht wat geactiveerd wordt op het moment dat het in contact komt met het water. We zien het blaaspijpje, we zien reflectie. We zien een sprayhoed die je over je hoofd kan trekken op het moment dat er veel spatwater is. Die je met dit koord over je hoofd kan trekken. We zien twee kruisbanden die voorkomen dat het reddingsvest over je hoofd kan gaan. Dus eigenlijk alle functies van een modern
goed dragend vest zijn aanwezig in het reddingsvest van Timo. Nou, wil je AIS bevestigen ook in je reddingsvest, dan is dat mogelijk. Hier is daar ruimte voor, die komt dan op het blaaspijpje te zitten. En bijvoorbeeld het AIS-systeem van Ocean Signal past hier sowieso op. En mocht je vragen hebben over een ander merk wat je graag wilt toepassen, neem dan vooral contact met ons op. Dan passen we dat of dan vragen we dat na. Nou, ben je wedstrijdzeiler en veel op het voordek te vinden? Het reddingsvest is op verzoek ook in hammeruitvoering beschikbaar, zodat hij niet geactiveerd wordt als er water over je heen komt zomaar. Timo is op dit moment het enige merk wat een reddingsvest biedt met een technologie à la Bechtau. Dus een veilige manier om aan de lifeline meegesleurd te worden door de boot. Zoek je een reddingsvest met het Bechtau mechanisme en een super draagcomfort, dan zit je met het Timo reddingsvest helemaal goed. Je kunt hem natuurlijk bestellen op onze website op salespecials.nl en daar ook veel meer over lezen. Maar een reddingsvest is best iets persoonlijks. Dus we nodigen je van harte uit in onze showroom in Zaandam om het vest goed te komen passen, om het af te stellen op je lichaam en te kijken of dit het vest is waar jij veel plezier van gaat beleven. Van harte welkom!